De tank met vertrouwen zit op dit moment behoorlijk vol bij de selectie van Mark van Bommel. 6 punten uit 2 wedstrijden in de Eredivisie en dinsdagavond een spectaculaire Europese zege op Bate Borisov. Het zorgt allemaal voor de goede sfeer in de aanloop naar de volgende halte en die heet PEC Zwolle. Nee, dat is zeker zo. Als je de resultaten ziet, de manier van voetballen, waar het tegen Fortuna niet helemaal goed was, maar wel het resultaat en de wilskracht goed waren, willen we dat gevoel doortrekken. De sfeer is goed. Je ziet dat het een echt team is. Het is niet altijd zo dat de sfeer goed moet zijn, dat het een echt team moet zijn. En de resultaten helpen, ja, dan werkt het wel dubbel. En de trainer zelf leeft samen met zijn staf fanatiek mee. Dat levert prachtige beelden op bij beslissende momenten in de wedstrijden. Op die momenten zijn de trainers weer even speler. Ja, ja, ik verbaas mezelf, of we verbazen ons eigenlijk allemaal eigenlijk. Tenminste, daar hebben we eigenlijk niet zo over gesproken. Maar ik heb gehoord van mensen dat dat heel erg goed was. In ieder geval heel natuurlijk uitzag. En dat het, daar zit wel, dat je dingen terugziet die je getraind hebt. Waar dan uitgescoord wordt. Of in ieder geval dat het team de dingen probeert uit te voeren zoals wij dat willen. En dat je dan doelpunten maakt en wint. Ja, dat zorgt voor plezier en euforie op de bank. Maar er was ook slecht nieuws deze week. De zware blessure van Ryan Thomas zorgde voor een flinke domper. Ja, dat is allereerst ontzettend triest voor Ryan zelf. Hij is 4 dagen hier. Wil zich gelijk aanpassen. Dat deed hij ook ontzettend goed. Je zag gelijk dat het gewoon een hele goede voetballer was. En is. Nou goed, wij gaan hem nou in deze tijd gewoon steunen. En hij is een van de jongens. Hij zal binnenkort waarschijnlijk geopereerd worden. En dan zo snel mogelijk terugkomen. Termijnen koppelen jullie daar niet aan, hè, geloof ik? Nee, dat kan je ook niet, niet doen. Voor een blessure staat een x-aantal maanden. Voor andere blessures kun je zeggen ongeveer zo lang. Ja, voor dit ook. Alleen dat zijn geen dagen en weken. Dat kunnen verschillende maanden zijn. Hoe dan ook, de volgende staat voor de deur. PEC Zwolle. En hoe staat de groep ervoor na de midweekse wedstrijd? Ja, goed. Natuurlijk als je wint en je hebt een Europese uitwedstrijd gewonnen. Weliswaar hele lange reis. Ook op de wedstrijddag. Je speelt om 10 uur plaatselijke tijd. Ja, dat betekent dat je rond 3 of 4 uur pas in bed ligt. Dag later weer terugvliegen. Maar we zijn goed voorbereid. We zijn fit. En we gaan met vertrouwen naar Zwolle. Trent Sainsbury trainde hier in die afgelopen dagen toen jullie weg waren. Hoe staat hij er nu voor? Nou, we proberen hem zo snel mogelijk fit te krijgen. En dat is belangrijk. En dat is van de ene kant weer jammer. Je hebt natuurlijk regels bij Jong. Dat je ouder dan 23 jaar mag je daar niet spelen. Dus dat zou een ideale oplossing zijn voor geblesseerde spelers. Of spelers die wedstrijdritme missen. Om ze daar te laten voetballen. Nou goed, die regel is veranderd. Dus we moeten dat op een andere manier doen.